Hoi luidjes, tot u spreekt Helena Margaretha van Dielen. Greta voor Intimi. Maar laten we eerlijk zijn, om op intieme voet met een dame te staan, moet je wel uit het goede hout zijn gesneden. En aangezien in deze tijd bijna alles van plastic is gemaakt, maak je natuurlijk geen schijn van kans. Hopelijk weet je het gebaar te waarderen dat ik doe alsof je een Intimi zou kunnen zijn. Genoeg over jou en meer over mij. Ik was in mijn tijd een behoorlijke vangst binnen de gegoede kringen van de stad. Omdat ik een tijdloos gezicht heb, is het misschien gemakkelijker om te zeggen dat ik heb geleefd tussen 1774 en 1841. Geboren, getogen, getrouwd en gestorven in Utrecht al hier. Buiten mijn charitatieve werkzaamheden zet ik mij ook in voor armoelieden. Iets wat een dame van stand nu eenmaal behoort te doen. En het is maar één dag in het jaar. Net zoiets als wat de koning en de koningin doen op de doendag, maar dan minder vermoeiend. Ik hoefde alleen maar op een stoel te zitten en te knikken terwijl bediende broden uitdelen aan de minder bedeelden van de stad. Niet allemaal, hoor, ben je een haartje betoeterd. Nee, een select groepje van hooguit 10 tot 15 personen. Maar jullie kunnen mij het beste kennen van mijn schilder- en tekenkunst. Ik ben altijd dol geweest om met waterverf prachtige bloemboeketten te schilderen. Een van mijn specialiteiten. Een andere specialiteit was het schilderen van stillevens. Ook enig om te doen. Ik heb ook een jaar of twee geprobeerd om portretten te schilderen, maar dat was gedoemd om te mislukken. Ik kreeg de neus ten opzichte van de ogen nooit goed uitgelijnd. De portretten keken allemaal een beetje scheel. Ik had gehoopt in de voetstappen van mijn oudere broer, de schilder Adriaan van Dielen, te kunnen treden. Geen schijn van kans, nog niet in de verste verte, omdat Adriaan een man was. Zo oneerlijk. Hij schilderde ook wel beter, maar daar ging het niet om. Hij had een extra potloodje en daarom werd hij wel serieus genomen als een schilder. Ach, lieve luidjes, vergeet ik bijna te zeggen dat de stad Utrecht dit jaar 900 jaar bestaat. Nog een fijne dag toegewenst, jullie Helena.